De Raad Huiselijk Geweld heeft gisteren twee werkplannen overhandigd aan Stuart Getrouw, de minister van Justitie en Politie, Jus Paul. De documenten behelzen acties en voorstellen over meldpunten die opgezet moeten worden volgens wetten die geïdentificeerd zijn. Daarnaast zijn trainingen en centrale dataverzameling van belang voor het maken van beleid. Carmen Razam, voorzitter van de stuurgroep Huiselijk Geweld, gaf een korte inleiding over de doelen en plannen over de twee documenten, met name het Nationaal Beleidsplan en het Actieplan. Razam benadrukte daarbij dat huiselijk geweld elke vorm is van lichamelijke, seksuele, fysieke of financiële gewelddadigheid dat gepleegd wordt door een persoon tegen een andere. De oorzaken die leiden tot huiselijk geweld zijn divers.